Frank, oud-verkenner Gom van Strien, die laat van zich horen. Ja, potdomme Gom. Dat had ik wel even willen weten. Dat zouden de woorden zijn geweest van Geert Wilders richting zijn verkenner. Dat blijkt vanochtend uit De Telegraaf. Kijk hier. Gom van Strien die laat voor het eerst van zich horen, uitgebreid in een exclusief interview in die krant. De kortste verkennerscarrière ooit, 3 dagen maar liefst, die kwam aan zijn eind door een NRC-artikel dit weekend over mogelijke fraude in het verleden. Hij zou daar eerder dit jaar al over hebben gesproken met de PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dat is Marjolein Faber. Zij zouden dus weten van die beschuldigingen, maar hun gezamenlijke conclusie zou zijn: daar gaan we Geert niet mee lastigvallen. En met de kennis van nu, zegt Van Strien, is dat een stommiteit. En heb ik spijt dat ik ja heb gezegd op het verzoek om verkenner te worden. Die beschuldigingen zelf, overigens, die noemt Van Strien een politieke afrekening, omdat zijn oud-collega's op de universiteit er niet mee konden leven dat hij PVV'er werd. Overigens, dat senaatswerk, wat hij wel doet, daar wil hij volgende week wel mee beginnen, zegt hij ook in de krant. Ja, je hebt het interview gelezen. Wat zeg je ervan? Nou, het viel me wel op dat hij zegt dus van ja, ik had dat toen der tijd heb ik dat niet gemeld bij Wilders. Toen dacht ik, nou ja, dat is dan misschien één ding. En dat is misschien als hij gewoon fout. Maar dat je het nu, als hij je belt om verkenner te worden, vervolgens weer niet meldt. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. En wat me ook opviel, hij heeft het dus wel gezegd tegen de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marjolein Faber. Die zit nu ook voor de PVV in de Tweede Kamer. Dus wat betekent het voor haar ook? Nou ja, ik denk dat het vertrouwen wat dat betreft van Wilders... Ik kan me voorstellen dat dat wel geschaad wordt als iemand in jouw Tweede Kamerfractie er dus nu vanaf wist en dat ook niet even heeft gemeld. Ja. Vind je dan van die argumentatie van we wilden hem er niet mee belasten? Ja, nou ja, ik denk dat je er achteraf nu meer mee raakt dan dat je toen de tijd had gezegd. En als dit soort dingen, als het iets heel kleins was, dat je dat niet noemt, dat kan ik me voorstellen, maar dit is natuurlijk geen klein bier. Nu zegt hij ook niet met Wilders te hebben overlegd over dat hij dit interview geeft. Ja. Ook opvallend. Heeft hij straks nog een senaatswerk te doen? Nou ja, dat vraag je af. En ik hoorde dat hij eigenlijk in de running was om de fractievoorzitter ook te worden in de Eerste Kamer namens de PVV. Ik ben benieuwd in hoeverre dat nog doorgaat hierna. We gaan het hebben over.